En nu Taliafico met de mogelijkheid terugleggen. En dan zit hij erin. Ekkelenkamp zit er denk ik ook nog aan. Dan zou hij hem op zijn naam krijgen. Gravenberg. En daar 0-7. Ekkelenkamp. Met 2 doelpunten en een assist was Jurgen Ekkelenkamp zaterdag van grote waarde voor Ajax bij de historische overwinning op VVV. Ja, heel lekker gevoel. Je wint niet heel vaak met 13-0, denk ik. Dus heel lekker gevoel. Hoe was het voor jou om op het veld te staan gisteren? Ja, zeker lekker. Lekker om weer 90 minuten te kunnen maken. En ja, met zo'n wedstrijd natuurlijk nog lekker gevoel. Mijn laatste 90 minuten was tegen Jong PSV, dus was er wel aan toe, ja. Oh, prachtige goal van Jong Ajax. Ekkelenkamp maakte hem. Hoe is jouw rol in de ploeg momenteel? Wachten op mijn kans. En als die kans er komt, dan zoals gisteren, dan moet ik er gewoon staan. Ja. Ja, en als je dan met 13-0 wint in een historische wedstrijd, dan kan je wel spreken dat je je kans aan het grijpen bent. Ja, zeker. Maar we gaan zien de komende tijd wat er gaat gebeuren. Aan het begin van het seizoen is duidelijk aangegeven, Jurgen gaan we niet verhuren, die blijft hier. Hoe was die periode voor je? Ja, het was wel wat lastige periode inderdaad. Een paar clubs wilden me dan huren. Maar ik had altijd mijn focus nog steeds bij Ajax en ik ben hier nu nog steeds. Dus gewoon prima. Ja, en dan zo'n wedstrijd tegen Liverpool en dan mag jij weer invallen. Ja, precies. Het is altijd leuk om tegen zulke grote clubs te in mogen vallen inderdaad. Deze maand maakte de middenvelder ook nog zijn debuut voor Jong Oranje. Eerst was ik niet opgeroepen en toen waren een paar blessures bij het eerste. En toen werd ik ineens opgeroepen voor Jong. En toen ging het wel lekker daar. Ja, wel lekker, want? Ja, mijn eerste balcontact was direct een goal, dus zit je er wel lekker in, denk ik. Ja, het zijn volgens mij hele lekkere weken om Jurgen Ekkelenkamp te zijn. Jawel, maar tegen Liverpool miste ik ook een kans, dus daar zat ik wel even mee. Henderson houdt Tadic van het doel, Taliafico gooit hem erin, Traoré gaat en Adrian lost en Ekkelenkamp. Ai, 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 dat was de mogelijkheid die er altijd nog wel komt. Maar Ekkelenkamp, een meter over. Ja, ik kon erin, dus dan zit je er wel even mee. Maar gelukkig gisteren weer laten zien dat ik wel mijn kansen kan afmaken. Je bent fysiek veel sterker geworden, lijkt het. Ja, klopt. In de coronatijd bijna elke dag gaan gymmen met vrienden bij zo'n parkje. Wel op 1,5 meter afstand natuurlijk. Heb ik wel veel gedaan, ja. Ja, je moet er ook wel lachen als ik het vraag. Ja, klopt. Meerdere mensen zeggen het, dus daar ben ik een beetje, ben ik wel trots op inderdaad. Voelt het ook beter? Ja, het voelt beter inderdaad in het veld. En in de duels ben je dan veel sterker, dus goed dat ik daaraan heb gewerkt. Ja, Thalys achterna? Ja, daar moet ik nog wel doortrainen, denk ik. Nu de focus weer op voetbal, want dinsdagavond is Atalanta de volgende tegenstander in de Champions League. Ja, ik denk dat we met een goed gevoel daarheen kunnen en dat we zeker daar kans hebben om de 3 punten mee naar Amsterdam mee te nemen. Maakt het door het verlies tegen Liverpool deze wedstrijd cruciaal meteen? Ik denk als je... Ja, je moet gewoon zorgen dat je sowieso niet verliest inderdaad. En gewoon echt voor die 3 punten gaan en dan kom je in een betere positie inderdaad. Wat is er mogelijk voor Ajax in de Champions League? Ik denk dat we zeker kunnen overwinteren en daarna gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. Ja.